Welkom terug bij Our Never Ending Story. Het is weer donderdag en dat betekent dat we opnieuw TBR Thursday voor jullie hebben met 3 nieuwe boeken en wellicht ook 3 nieuwe kansen en dat is strikt noodzakelijk. Want afgelopen maand las ik 0 van de 3. Ik moest Timor de 6 lezen, didn't happen. Ik moest Forever 27 lezen, heb ik niet eens aan gedacht. Heeft nog minder gehappend. Ja, en ik moest ook Sylvia 4. Is en nog minder gehappend. Door blogtours en van alle andere maar echt wel stuff, blogtours. Zijn we er niet aan toegekomen om die te bereiden. Ja, en ook wel een beetje lezen door het leven. Ja. Ach ja, ik las er at least nog 1. Ja, frommel rommel, misschien zorgen opzij. Is uit, het vijfde meisje. En Nevermore 2 helaas nog niet. Ah, ik voel me er zo slecht over. Nee? Ja. Yeah. Maar kijk, oktober. Oh jee, oktober. Oktober wordt een drukke maand. Zowel Chelsea als ik zijn teruggestart met een opleiding. Allee, ik ben verder gegaan en Chelsea is gestart. Maar dat betekent ook dat het huiswerk, de voorbereidingen, handboeken en al die dingen ook gelezen moeten worden en gemaakt moeten worden. Dus dat hopelijk er nog genoeg tijd overblijft voor de Weird Thursday boeken. Waarschijnlijk als ik iedere dag 2 uur in de auto moet zitten voor parking. Ja. Maybe. Wel, gisteren had ik online les, corona en zo. En er was pauze. Ik heb 10 minuten in de pauze van een boek gelezen. Als dat elke keer zo kan, dan kom ik er wel, denk ik. Maar ja, dat is natuurlijk maar 1 keer in de week. Dus ik denk niet dat dat zo. Oké, maar kijk. 3 nieuwe loodjes voor elk. 3 nieuwe kansen voor elk. Laten we kijken welke boeken het zijn geworden. Ah ja, ik zal eens kijken, hè. Ja. Wij trekken de loodjes altijd op voorhand, zodat we de boeken wel kunnen tonen. Spaar een beetje editwerk. Maar we zijn er nog niet aan beginnen lezen, hoor. Nee. Niet vastgespeeld. Deze maand niet. Alsof het zoveel uitmaakt. Ja. Had ik ook gewoon geen tijd voor. Het eerste boek voor Chelsea is wel echt, Chelsea, zo haalbaar. Je weet het al. Dus dit boek gaat wel over mevrouw Moes en haar kakklakken van Marieke van Hoof. Eindelijk. Door Melvin. Ik heb hem uiteraard al wel gelezen. Het is elke tweede boek in de, allee, het vervolg, of ja, vervolg, het losstaande vervolg op dit boek gaat niet over mevrouw Moes en haar kakkerlakken. Het is een heel ander verhaal, maar echt nog altijd super grappig. Marieke van Hoof is gewoon zo grappig. Het is echt een fantastisch leuk jeugdboek. Misschien wat ochtendlectuur op de parking. Echt leuk. Zeker haalbaar ook. Maar, we never know. Ik zeg iedere maand, oh, heel haalbaar. Leg de lat maar niet te hoog. Het tweede boek is eigenlijk een boek dat je al uit moest hebben, omdat we daar ja, iets rond gingen doen. Door het werk ja, ben ik er toen wel echt niet aan gekomen. En ik heb me wel een afspraak gehouden. Later vond ik het ook. We hebben namelijk in juni, geloof ik, een Kluitman readathon gedaan voor de novelles. Daar zat De Verleiding van Stine Jensen in. Maar Chelsea heeft die door het werk inderdaad gemist. Dus ze gaat nu De Verleiding van Stine Jensen in oktober proberen te lezen. Maar Kluitman novelles zijn niet een. Wel doen. Dus niet dik, niet duur, maar wel spannend. Ja. Wow. En ik denk wel dat eerder zo'n kleine novelle haalbaar is op zo'n ochtend in 2 uurtjes te knallen, ja, of een uurtje wel zelfs. Dus ik hoop het. De laatste is wel een beetje challenging, maar het totaal buiten je comfortzone is. Ik ben er wel aan het begonnen. Het is echt wel buiten je comfortzone. Het is een dystopian, zo'n beetje end of the world. Ja. Futuristic. Sci-fi, dystopian yeah stuff. Het is het eerste deel in de ademreeks van Nicole de Brakelaer, het is Tsunami. Het zijn ondertussen de volledige 4 delen zijn verschillende, de reeks is ook af. En misschien een leuk nieuwtje, Nicole de Brakelaer zal in oktober op de markt komen met een nieuw boek en een nieuwe reeks. Eigenlijk Bron. 2 nieuwe boeken. Ja, maar een nieuwe young adult ja reeks zal Bron en het eerste boek zal Seal heten, denk ik. Ja. En die verschijnt in oktober bij Uitgeverij Bakens. Dus ja, Chelsea, ja. Ik denk 2 van de 3 zou echt wel moeten lukken. Please let it happen. Please let the odds be happy. Het probleem is natuurlijk dat lezen door het leven, waarover 2 dagen geleden het volgende filmpje online kwam, dat dat soms nogal wel is. Bijvoorbeeld zorgen dat andere boeken aan de kant moeten liggen. Ja. Maar kijk, nieuwe maand, nieuwe kansen. She will try her best. Oké. But you don't succeed. Oké, but de volgende 3. Iets minder haalbaar. Zoals we ieder filmpje uitleggen, de kleuren doen er niet toe. Dus ik heb nu toevallig 2 groene en 1 blauwe, maar nee, heel willekeurig. Ja. Het eerste boek is een boek waar we eigenlijk
beide hebben en beide al lang gelezen zouden moeten hebben. En dat is Verovering van Kristen Kallian. Ik ben nog altijd gek op de cover. Ik ben nog altijd gek op het idee. Het ziet er nog altijd super mooi uit. Het is alleen een beetje dik. Ja, de regels. We doen het niet, we blijven niet bij elkaar slapen. We vertellen het aan iemand, we worden niet verliefd. Guess what happened? Ik denk van nu, als ik hem ga lezen, hoop ik dat we hem gaan buddyreaden. Oeh, is wel heel klein gedrukt. Waarom dus, is het boek voor mij? Ik weet het nog niet helemaal zeker. De twee andere staan eerlijk gezegd wel hoger op het lijstje. Op de TBR-lijst dan deze. Dus als ik er één of twee van ga lezen, dan zal het helaas waarschijnlijk niet deze zijn, maar één van de twee andere. Oeps. Hoewel ik echt hoop dat we er eens aan gaan geraken. Want ik denk wel echt dat het een heel mooi boek is. Ook ja. Helemaal uw zorgen. Yes. Maar oké. Oké, de blauwe. Is nog een dikker. Want is het, het is namelijk Het Weesmeisje van Anne Jacobs. Het is een eerste deel uit de reeks van drie. En ik lees er eigenlijk heel gemengde dingen over. Sommige mensen zijn heel erg fan. Oh, kijk, hoe... Wow. Kijk hoe mooi. Het is toch lijkt. Het leuke is natuurlijk wel dat de winter en de koudere dagen dichterbij komen. Dus dat is wel een beetje teamed aan hetgeen dat eraan komt. Maar ik hoor er dus heel gemixte dingen over. Heel goede dingen, maar ook een aantal heel slechte dingen. Maar hij zit ook, spoiler, in Lezen door het Leven. Dus hij staat wel vrij hoog op de TBR. En het leuke is ook dat Anne Jacobs, of Anne Jacobs, geen idee eigenlijk. Het is Duits. Anne Jacobs. Dat ze... Anne Jacobs. Anne Jacobs. Dat ze in oktober, denk ik, ook gaat een nieuw boek uitbrengen. Het Landhuis. Dat ook verschijnen bij Xander. Dus I really have to read it. Oké. En dan de laatste is Robotjacht, geschreven door Damien Lowe. Lowe. Ja, weet je met name. Oké, is een jeugdboek. Zit ook in Lezen door het Leven. Spoiler. En ik was eigenlijk meteen fan van de cover. Ik vind hem echt super mooi. Het ziet er heel onheilspellend uit. Ook zo met een folie op de titel. Pretty. Kinda. En het is vertaald door Maria Postema, die ook The Hunger Games heeft vertaald. En nog heel veel andere boeken. Dus het is een jeugdboek ook. Het is een 12-plus boek, denk ik. En ik heb ook wel heel hoge verwachtingen. Mm-hmm. Dus, let's read it. We hebben heel wat leeswerk. Ik heb wel veel meer, hè. Ja, ja. What happened? Ik lees, als het goed is, sowieso Robotjacht, Het Weesmeisje en Verovering. En ik, als het goed is, Adem Tsunami 1. Dit boek gaat wel over mevrouw Moes en haar kakkerlakken en de verleiding. Of ons het deze maand wel is gelukt en of we toch een iets betere strik kunnen halen wat we eigenlijk echt wel moeten doen. Dat zien jullie over ongeveer een maandje op ons YouTube kanaal, zoals altijd. Bedankt om te kijken en tot snel. Dag!